Hey, vanavond in Jensen. Dirk-Jan Epping van het FVD over de verkiezingen van volgende week. De klimaatgekkies moeten echt letterlijk gek worden, want geen van hun voorspellingen komen uit. Ze krijgen slecht nieuws op slecht nieuws. Maar je hoort het nergens, behalve hier. Nigel Farage zorgt voor een aardverschuiving in Engeland. En Peter R. de Vries is gek. Nou, vooral dat laatste. Genoeg om te kijken. Dit is Jensen. De L van Minerva. You are never too small to make a difference. You are fake news. Welcome to the Brexit Party. Carolien. Het was Jensen. Dames en heren, daar zijn we weer. In een nieuwe setting, maar met dezelfde boodschap en meer vrijheid. Want hebben jullie enig idee hoeveel vergunningen je wel niet nodig hebt en moet aanvragen om tegenwoordig een sigaar te mogen roken op tv? Echt, ik zweer je, het is nog makkelijker om je schoonmoeder in de fik te steken op de buis. Dat is toch makkelijk, dat regelen ze zo voor je. Maar een sigaar, daar ga je bijna de bak voor in. Maar hier natuurlijk wel. Jongens, wat heb ik genoten als eerste van de blijdschap en geluk van al mijn collega's in de media, die allemaal dansten op mijn graf toen RTL besloot niet door te gaan met mijn talkshow. En laten we eerlijk zijn, en dit is echt de waarheid, we zijn niet gestopt omdat het te weinig kijkers had. Dat is een totale leugen. Het scoorde ver boven het gemiddelde van die zender. Hoeveel naakte BN'ers ze ook op een strand laten lopen, hoeveel wabberende penissen en waggelende tieten, ze gaan nooit meer een 500.000 kijkers scoren tegenover de Champions League en weet ik veel wat allemaal dan wat wij hebben gedaan. Maar goed, genoeg daarover. Het meest absurde was natuurlijk dat de bevooroordeelde linkse media dagenlang artikelen, columns en zelfs praatprogramma's wijden aan Jensen. En dat ze het allemaal over eens waren dat het programma gefaald had. En dat het een flop was. En dat het geen invloed had. Maar natuurlijk, de vraag stelt zich vanzelf. Als dat zo zou zijn, waarom heb je het er dan over? Kijk, er floppen op tv ieder half jaar tientallen programma's. En je hebt het er niet eens over. Je hebt het niet eens door. Omdat, ja, niemand keek ernaar. Er werd niet over gesproken. Het verdwijnt gewoon. Alsof het nooit bestaan heeft. Ja, dat was hier natuurlijk niet het geval. Luister, de reden waarom het stopte is omdat de heersende linkse media establishment dit geluid, ons geluid, het geluid van gezond verstand, het echte geluid, gewoon niet toelaat op tv. De publieke omroep is hier hoofdschuldig aan. Het is een bureaucratisch links bolwerk geworden, geleid door oude VARA-managers zoals Frans Klein en Shula Rijksman. En op schandalige wijze voldoen ze al lang niet meer aan hun publieke taak. Want ze moeten alle stromingen, alle kleuren laten horen. Doen ze natuurlijk niet. Wil je op tv? Dan moet je de juiste linkse politiek correcte kleur hebben. Heb je dat niet en kom je er toch stiekem tussen zoals BNL en Pound, dan verwennen ze je net zo lang met hoge salarissen en onkostenvergoedingen dat je vanzelf wel meer naar het midden opschuift. Daar was het item van de talkshow M dat ze wijden aan mij zo geweldig. Laten we eens beginnen met haar introductievraag. Het was geen beste week voor zelfbenoemde rechtse televisieprogramma's. Jensen stopt en Omroep Pound uit haar zorgen over haar voortbestaan. Waarom lukt het maar niet om met het rechtse geluid voet aan de grond te krijgen op televisie? Ja, de reden dat de rechtse talkshow bij de publieke omroep nooit werkt is omdat de rechtse talkshow komt niet op de publieke omroep. Zeker niet op primetime. Bij de publieke omroep vervangen ze de ene linkse talkshow, als die met vakantie gaat, vervangen ze die niet dan zo, laten we eens een keer een rechtse talkshow proberen. Nee, nee, ze vervangen de linkse talkshow met een nog linksere talkshow. Nou, deze vrouw, deze Margriet, deze M, was ooit hoofdredactrice van Opzij. Het feministische maandblad Opzij. Deze vrouw moet niet op tv. Ze zou een paar jaar de bak in moeten voor wat ze vrouwen allemaal heeft aangedaan en aangesproken. Maar goed, zij gaat het dus over Jensen hebben en waarom Jensen mislukt is. En kijk eens wie ze aan tafel heeft uitgenodigd om los te gaan over mij. Mijn hele goede vriend Peter R. de Vries. Ik denk dat het probleem van Jensen absoluut is geweest dat hij weigerde om zeg maar een journalistieke houding aan te nemen. Sterker nog, hij koketteerde ermee dat hij juist geen journalist was. En daardoor ontbeerde zijn show eigenlijk elke aantrekkingskracht. Want een talkshow, en dat was het wat hij had,
bestaat in mijn optiek bij de gratie van drie hele simpele dingen. Dat is 1, de vraag. 2, het antwoord. 3, het weerwoord. En op het moment dat je het weerwoord eigenlijk weglaat, uitsluit wat Jensen deed... want hij was meer een doorgeefluik dan dat hij een discussie aanging met zijn gasten. Oh, Peter. Laten we eerlijk zijn. Peter R. de Vries kan geen advies geven over talkshows. Want de man kan zelf geen talkshows presenteren. Daar heeft hij totale talent niet voor. Hij heeft de intelligentie er niet voor. Talkshow-advies krijgen van Peter R. de Vries is als beauty-tips krijgen van Dolf Jansen. Het slaat nergens op. En het ding is dat zijn kritiek is dus dat hij vond dat ik geen discussies voerde in het programma. Maar Peter, ik hoop dat je kijkt. Ik weet zeker overigens dat je kijkt. Ik ga even een fragment instarten uit mijn talkshow Jensen. En het lijkt toch echt op een discussie. En misschien herken jij, Peter R. de Vries, wel de persoon die ik uitgenodigd heb in mijn talkshow om een discussie mee te hebben. Misschien herken je die persoon. Kijk even naar dit fragment. Goed, Ben je het daar dan mee eens? Maar wie zegt dat die aanranding bewezen is? De mishandeling die is bewezen. Ja, maar wat, hoezo? Het grappige is... Zie je? Hè, want wat moet er met Dion Graus gebeuren in de optiek van Wilders? Waar moet die naartoe gestuurd worden? Terug naar dierenasiel? Zie je, als het jou uitkomt, dan moet je altijd het slachtoffer geloven. En komt het je argument niet uit, dan is het van... het moet nog maar bewezen worden. Hoe Peter daar kan zeggen dat er geen discussies waren in mijn programma... is echt ongelooflijk. Maar dat geeft meteen aan het niveau van die mensen aan die tafel. Nog een talkshow zwaargewicht. De enige echte Dominique Wesi van Pound. Laat even kijken wat hij vond dat ik niet goed gedaan had. Het ontbrak... te veel inderdaad aan weerwoord. Het was een beetje wij van WC Eend adviseren WC Eend. Kijk, Dominique Wesi, die zou nooit op tv kunnen komen... meer als Pound ooit stopt. Hij heeft zichzelf daar neergezet met subsidiegeld. En Dominique Wesi op tv? Dat kan helemaal niet. Ja, misschien als die acteur wordt en ze zijn bezoek naar iemand... die de rol speelt van iemand met de ziekte van Down. Maar dat is het wel ongeveer. Nou, en wie daar ook nog aan tafel zat, prachtig. Die dikke, domme Angela de Jong van het AD. 'S Werelds domste en meest oppervlakkige columnist. Kijk, ik ben niet geïnteresseerd in wat ze te zeggen heeft... maar laten we er ook nog even voor de vorm ook nog even aan het woord. Nou, dat is wel het meest intelligente wat ik er ooit heb horen zeggen. Maar goed, kijk, deze mensen willen gewoon maar één geluid horen op de televisie. Want als bijvoorbeeld Bert Huisjes van WNL het voor mij opneemt... heel moedig, Bert, dank je wel... en met een redelijk argument komt... moet je horen hoe ze en zien hoe ze over hem heen vallen. Er waren ook wel mensen die het echt heel erg leuk vonden. Ik heb er een aantal gezien en ik vond het zeer vermakelijk. Het gesprek met Wilders heb ik om moeten lachen. En ik heb het gesprek met Nigel... Ik zie het inderdaad ook als vermaak. God, wat hebben ze het weer voor elkaar, hè? Ze modderen allemaal weer lekker door. Want zo hebben ze weer de monopolie op het door hun zo geliefde grachtengordelgeluid op de NPO. Kijk, ze dachten natuurlijk, hè, die Jensen, daar zijn we mooi vanaf. Jensen is weg. Hahaha. Maar ik ben niet weg. Het echte geluid, het geluid van gezond verstand, het winnende geluid in 2019 laat zich niet meer onderdrukken. De tijden zijn veranderd. Ik ben pas net begonnen. Ben er maar van staan. Het geluid wat wij hier vertellen in het donkere en duistere nieuwsmedia, daar ga ik mee door. 23 mei zijn natuurlijk verkiezingen voor de EU. Als je naar de peilingen kijkt, dan is het eigenlijk too close to call. Er kunnen nog een aantal partijen de grootste worden. De FVD zal natuurlijk winnen. De vraag is hoe groot? En we kunnen dat mooi vragen aan de lijsttrekker voor deze verkiezingen voor de FVD. En dat is Dirk-Jan Epping. En Dirk-Jan, goeiedag. Leuk dat je er bent in mijn eerste show hier. Ja, leuk er te zijn. Wat een privilege om je eerste show te kunnen zijn. Ja, nou, dat is mooi. Een voorrecht. Van alle mooie gebouwen in Nederland die we hebben... excuses dat je voor dat hartstikke lelijke gebouw moet staan... Ja. Op het verschrikkelijke Mediapark in Hilversum. Het beeld is glas. Hey, klopt het dat jij net in een debat maar gewoon bent weggegaan... want dat had allemaal geen zin... en het was weer zo'n ouderwets mediagebat... met jij als enige geluid tegen de rest. Klopt dat? Ja, het was eigenlijk zo dat ik op een debat was van het NCW en VNO. En daar stond ik met lijsttrekkers van andere partijen.
En we hadden gezegd, we gaan wat eerder weg. Dus als de live uitzending van BNR afgelopen is, dan gaan we weg. Omdat we hier wilden zijn op tijd. Voor jouw programma. En dus ik heb de microfoon afgedaan en ik ben gewoon vertrokken. Iedereen was verbouwereerd kennelijk, zie ik op Twitter, dat ik weg was gelopen. Want in één keer was er geen discussie meer, omdat de persoon met een andere mening, ja, die ging weg. En men zei, ja, waar is die gebleven? Want we hebben nu niemand met een andere mening. Dus hebben ze het debat wat min of meer gesloten. Er kwam er een einde aan. Nee, ik ben hier naartoe gekomen, dus ik zag het allemaal op Twitter. En dat heeft mij kwalijk genomen. Maar ja, ik had van tevoren gezegd dat ik weg zou gaan. En het is natuurlijk wel verbijsterend dat de anderen hun meningen eigenlijk niet naar voren kunnen brengen. Omdat er bijna geen hun verschillen niet naar voren kunnen brengen. Omdat er weinig verschillen zijn. En dan kunnen ze, zeg maar, met z'n allen kunnen ze jou aanvallen. En als jij er niet bent, ja, dan is natuurlijk helemaal niks kijk, aan. Ja. Het is eigenlijk zo, dat is mijn ervaring. Dat als ik dit soort programma's doe en ook met interviews. Ik zit meestal tegenover mijn opponent, maar dan ook tegenover de presentator. En als er twee presentators zijn, dan zit ik tegenover drie personen. Dus nog best vermoeiend, moet ik zeggen, hoor. Want je moet steeds goed op je tellen passen. En ze komen steeds van verschillende kanten ook. Eén frontaal en dan de andere komen vanuit de flank. Objectiviteit in journalistiek, het bestaat gewoon niet meer. Het is wat dat betreft gewoon dood. En het erge is, die mensen pretenderen het vaak wel te zijn. Maar ze zeiden het natuurlijk helemaal niet. Merk jij, ik denk dat het allerbelangrijkste voor volgende week wordt natuurlijk, zeg maar, het opkomstniveau. Merk jij een beetje meer enthousiasme in Nederland voor die EU-verkiezingen? Ik merk het wel, maar het is toch altijd een lastige. Het is een van de minst sexy verkiezingen die er zijn, om een of andere redenen. Ja, het is zo dat de problematiek is vaak moeilijk. Het is ver weg. Er zijn weinig verschillen tussen partijen. Men praat eigenlijk als insiders over verschillende dingen. En buitenstaanders die begrijpen het dan niet. Die zeggen, waar gaat het eigenlijk over? Dus als je bezig bent met immigratie of met dingen als koopkracht, dan komen ze allemaal met heel verschillende en moeilijke verhalen en begrijpen nergens wat van. Men is dus voortdurend bezig met een vakjargon. Nou, die opkomst is heel belangrijk. Ik heb de afgelopen dagen een tocht gemaakt over, over het platteland. Dat wil zeggen het oosten van Nederland, waar ik vandaan kom. We zijn geweest in Hengelo, in Doetinchem, in Arnhem en in Emmen. En daar hadden we zalen, die waren vrij vol. Precies van 80 mensen die dan naar zo'n bijeenkomst kwamen 's avonds. En die mensen zijn zeer enthousiast en gemotiveerd om te gaan stemmen. En ze vertelden mij ook dat FVD-stemmers nog steeds enthousiast zijn en nog eens een keer voor de dag willen komen om te gaan stemmen, zoals ze al deden bij de statenverkiezingen. Dus dat zou erg goed zijn, het enthousiasme blijft. Wij zijn ook enthousiast over hen. En we willen ook laten zien dat Nederland meer is dan alleen de Randstad en dat de rest van Nederland ook meetelt. Ja. En serieus moet worden genomen. Ik denk zelf persoonlijk, Dirk-Jan, dat deze verkiezingen, of in ieder geval als ik vanuit mezelf zie, het gaat eigenlijk om, wil je nou als kiezer, wil je meer EU of minder EU? Ja, dat klopt. Ik denk dat dat in essentie de vraag is. Want de plannen zijn er gewoon zoals het nu ligt. Er komt gewoon een leger in 2025. Dat wil Macron, dat wil Merkel. Er komt een minister van de Financiële Zaken. Dit ligt allemaal al vast. Er wordt heel geheimzinnig over gedaan, maar het ligt vast. Dus Europa, de EU, gaat zichzelf uitbreiden als het zo doorgaat. Nou, stem je voor een partij, sta je daarachter, stem je voor een partij die meer Europa-EU wil, en vind je een kleiner EU of geen EU, dan zal je toch echt een andere keus moeten maken en dan moet je je stem laten horen volgende week. Ja, dat klopt en dat gaat er nu ook om. Want als je op een partij stemt als GroenLinks of D66, die willen gewoon meer EU, eigenlijk willen ze een Europese staat. Dan heb je CDA, VVD, die zeggen dat ze dat niet willen, maar ze werken er gewoon aan mee. En dus zij belazeren de zaak nogal. En dan heb je een paar andere partijen, zoals Forum voor Democratie, die zeggen, nee, minder EU. We willen meer macht terugbrengen naar de lidstaten. En daarvoor gaan we ons inzetten. We willen ook echt een oppositie gaan opbouwen in het Europees Parlement. Want dat is er nu eigenlijk niet. Het is een soort van kerkkoor met altijd hetzelfde lied. Van meer EU, meer van ons. Wij zijn goed, wij weten hoe het moet. En de bevolking weet niks. En daar willen wij vanaf. We willen dat stramien doorbreken. En daarom is die keuze ook belangrijk, want je ziet in andere landen hetzelfde. Je hebt daarop bijvoorbeeld Salvini in Italië, je hebt Nigel Farage met een Brexit-partij die intussen groter is dan de conservatieven en Labour bij elkaar.
Je hebt AfD in Duitsland enzovoort. En dus ik denk dat er echt een kentering is. En dat is een Europees fenomeen voor de eerste keer. Dus ik zou zeggen, ga stemmen. Er is een keus. En stem Forum voor Democratie op 23 mei. En het is zeg maar ook belangrijk om een signaal af te geven. Of dat nou de ene kant is of de andere kant. Ja. Maar het signaal is denk ik nu essentieel veel belangrijker dan ooit tevoren. Ja, want vroeger was dat niet zo en was er geen keuze. Dus je had bijvoorbeeld geen Forum voor Democratie, zoals wat ik nu vandaag heb meegemaakt. Iedereen was het eigenlijk eens. En een soort van theekransje van hoe goed zijn wij wel niet zijn en zo. En dat moet meer komen en verder vooruit gaan. En wij brengen een ander geluid. En het is wel frappant dat als wij vertrekken uit een debat, dat dan de discussie stopt omdat er geen tegenstellingen meer zijn. Ja, ik begrijp. Het is heel grappig. Tot slot nog even dit, want ik heb met een knijper op de neus heb ik vanochtend de Trouw gelezen, de krant Trouw. Ja. En daar ging een column over jou, van of de echte jij alsjeblieft kan opstaan, een of andere columnist. En die zei dat je werd geconfronteerd met een uitspraak van vroeger, dat je had gezegd dat Europa, een verenigd Europa, eigenlijk heel goed is voor de vrede. Nou weet ik niet of dat klopt, die quote, hè, of ze jou misquote hebben. Ja. Maar het heeft mij wel aan het denken gezet namelijk. Antwoord eerst dat maar even. Is dat een verkeerde quote? Heb je dat niet gezegd? Of heb je je van gedachten veranderd? Dat kan ook, hè? Dat is geen enkel probleem. Ja, dat kan ook, ja. Ja. Nou, ik heb altijd gezegd, Europa, ik zeg niet, beweer niet dat Europa, de EU heeft gezorgd voor de vrede van de afgelopen 70 jaar, maar dat het voornamelijk het werk is van de NAVO. En ook de alliantie met de Verenigde Staten. Ja. Nou, dat is al één ding. En ten tweede, er zitten wel goede punten aan economische samenwerking in Europa. Maar wat je de afgelopen jaren hebt gezien, na de eurocrisis, is dat het steeds meer wordt. En dat eigenlijk de EU wil een staat worden. En zegt, we willen een Europese belasting, Europees leger, Europese regering. We willen Europese schulden maken enzovoort. En dan zie je dat men alle attributen wil hebben van een staat. En men spreekt dan in Brussel ook van Europese soevereiniteit. En dat maakt lidstaten tot een provincie. En dat is de keuze waar wij voor staan. Willen wij zo'n EU-staat waar we provincie in worden? Of willen we dat niet? En wij vinden dat meer macht terug moet naar de lidstaten en de nadruk bij hen moet liggen. Dus dat is het grote verschil. En, het hele vredeverhaal is een heel sterk argument, of lijkt een heel sterk argument. Maar als je nadenkt natuurlijk, voor de vrede, voordat die EU gevormd werd, was er ook vrede. Dat is daar heb je die EU, daar heb je Brussel niet voor nodig. Dat zijn gewoon hele andere afspraken. Ja, klopt. En dat is belangrijk. Nou, ik wens je heel veel succes. Het zal nog wel even druk zijn. Je zal veel tegengas krijgen nog de komende dagen. Hou vol loop anders gewoon overal weg. Dat is ook een stijl. Dat is ook een stijl om te doen natuurlijk. Nou, ik zie dat pas vandaag voor het eerst, moet ik zeggen. Want ik ben altijd zeer beleefd en blijf dan zitten tot het eind. Maar ik had van tevoren gezegd, ik vertrek en nou vertrek ik. En dan krijg ik de schuld dat het debat stilvalt. Maar dat komt niet door mij. Als die andere mensen nou ook eens met verschillende meningen komen, dan heb je wel debat. Ja. Maar kennelijk is dat niet het geval. Dat is niet het geval. Dirk en Epping, dankjewel dat je er was in de eerste uitzending. Ja, graag gedaan hoor. Oké, dames en heren, blijf hier. Straks over 2 minuten gaan we het hebben over de klimaatgekken. Die moeten helemaal gestoord worden, want geen van hun voorspellingen komen uit. En minder en minder en minder en minder mensen trappen in hun leugens. Dat gaan we zo exposen. En ook het verzwegen nieuws. Het lijkt wel of je dit niet mag horen, maar dicht bij ons, heel dicht bij ons land, is er iets aan de gang. En dat is aardverschuivend, maar je leest er hier helemaal niks over. Maar straks hoor je het. En ik heb heel, heel pijnlijk Femke Halsema nieuws. Daar kan ze geen discussie over zijn. Zo terug. Jensen, een legendarische talkshow. Meer dan 650 keer interviewde Jensen de bekendste namen op geheel eigen wijze. You turn 40, but you look much older. You fucker. Niet alleen uit de showbiz, maar ook uit de politiek. Als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Jensen was anders, brutaal, eerlijk en vooral niet politiek correct. I knew you wouldn't get enough of my balls. I can't stop thinking about him. In de mainstream media zorgde hij altijd voor een ander geluid. Sommigen vonden het een gevaarlijk geluid. Jensen trok zich er niks van aan. I've been on a lot of TV shows, I've been all over the world, but this is the livest motherfucking TV show I ever been on.
In 2016 vond er een grote verandering in de wereld plaats, waar de media hun kijkers week aan week over voorlogen. Jensen wilde het echte verhaal vertellen en trok dwars door Amerika op zoek naar de waarheid. Hillary, if I would have invited her here, I'd probably have to shoot her. Het opende de ogen van Jensen. Hij wist al lang dat de media er een politieke agenda op nahoudt en kon het niet langer aanzien. Vanaf dat moment laat Jensen met zijn talkshow en de Jensen podcast een nieuw, eerlijk en belangrijk geluid horen in de vooringenomen mediawereld. Hij zette eindelijk de klimaatdiscussie op scherp. Jij schrijft stukjes om kleine kinderen bang te maken dat er over 10 jaar niks meer is op deze planeet. Ook de linkse indoctrinatie op scholen zet hij op de kaart. Jullie waren het zat? Elke keer als we op school het over politiek hebben, ja, je krijgt alleen links geluid terug te horen. En durft eindelijk gevoelige onderwerpen eerlijk te bespreken. Maar hij betaalde hiervoor de prijs. Jensen stopt. Waarom lukt het maar niet om met het rechtse geluid voet aan de grond te krijgen? De linkse media smulde van het einde van de talkshow. Maar hij gaat door. Weg van de traditionele media, compleet onafhankelijk. Maar daar heeft hij jouw hulp bij nodig. Steun Jensen op jensen.nl, zodat hij kan blijven strijden voor een eerlijk geluid. Bouw mee aan een nieuwe stroming in de media. Steun het echte geluid. In ons item met verzwegen nieuws behandelen we zaken die de mainstream media weigeren te behandelen, omdat het in hun ogen politiek incorrect is of omdat het niet past in hun politieke activistische plaatje. Deze week gaat het over mijn goede vriend Nigel Farage, die op dit moment in Groot-Brittannië een aardverschuiving aan het veroorzaken is met zijn nieuwe party, de Brexit Party. Hij doet mee volgende week aan de Europese verkiezingen en kijk eens naar de peilingen. Dit is echt super indrukwekkend. Hij gaat het gewoon echt gigantisch winnen. En als er morgen algemene verkiezingen zouden zijn, staat zijn partij ook bovenaan in een aantal peilingen. Dit is niet te geloven wat daar gebeurt. Een partij die nog maar een paar maanden bestaat. Maar hoor je er hier iets over? Helemaal niks. Ja, Rutte noemde Farage laatst iets van een gevaarlijke populist. Maar dat zal wel wraak zijn voor dit fragment. Talk about your country. I mean, do you think Mr. Rutte is any better than Mrs. May? Ooh, let me dodge that question. How was the weather today? Was it great? Well, I mean, isn't the truth that you're not a Rutte fan? Come on, isn't the truth that your prime minister is not much more than Mrs. Merkel's poodle, really? I mean, he just goes. That is true. Whoa, it's true. Mrs. Merkel's poodle. Maar ook de afgrijzelijke BBC besteedt zo min mogelijk aandacht aan dit fenomeen. Afgelopen zondag mocht Farage dan toch eindelijk eens een keer komen opdraven in een politieke talkshow. En heel voorspelbaar kreeg hij alleen maar vragen over uitspraken uit het verleden, die dan ook nog eens een keer werden verdraaid door de interviewer. En toen werd het Nigel allemaal te veel en legde hij terecht de vinger op de zere plek. You still believe that worrying about global warming is the stupidest thing in human history? I believe that if we decide in this country to tax ourselves to the hilt, to put hundreds of thousands of people out of work in manufacturing industries, given that we produce less than 2% of global CO2, that isn't terribly intelligent. But as I say, here we are with one of the biggest changes in politics that's ever occurred, okay. And you're not even interested. Do you still What's want, wrong with the BBC? Do you still want to what roll, is wrong with the BBC? Do you still want to roll back gun controls and reintroduce handguns well, to this country? This sums it up. Do you know, I've been going around the country, speaking at PAC rallies every night, and do you know who's not there? The BBC. And from this line of questioning now, I can see why. Do you still you're just not interested, are you? Do you still feel uncomfortable with foreign languages being spoken on trains? Let's talk about democracy. Let's talk about trust. Let's talk about competence in politics. This is ludicrous. Do you still feel that people with HIV shouldn't be allowed into this country? Do I think the National Health Service is there for British people? Yes, I absolutely do. So you still do? This is absolutely ludicrous. I've never in my life seen a more ridiculous interview than this. You are not prepared to talk about what is going on in this country today. You're in denial, the BBC's in denial, the Tory and Labour parties are in denial. I think you're all in for a bigger surprise on Thursday than you can even imagine. We have Jongens, ja, ik ben het met hem eens. Ik walg echt van die ouderwetse media establishment in de westerse wereld. BBC, NPO, blah. Maar wat je hier ook nog eens hoort in Nederland, wel is dat de Engelse krant The Guardian meldt, hoor je dan op het nieuws. The Guardian meldt. Alsof dat zo'n geweldige krant is. Nou, laat me jullie heel duidelijk maken. The Guardian is echt een baggerkrant. Een radicaal linkse, doorgeslagen, feministische, op identiteitspolitiek gebaseerde propaganda playpapierblaadje. Deze krant dient nooit serieus genomen te worden. En Nigel Farage laat hier precies zien waarom.
Tijdens een persconferentie van Farage was er zowaar een journalist van The Guardian aanwezig. En die stelde een vraag. Nou moet je weten dat The Guardian jarenlang, zeg de afgelopen 2 jaar, gespeculeerd heeft dat ook Farage samen met Trump en Vladimir Poetin in een complot zat. En er werd echt gespeculeerd in The Guardian of Farage misschien wel een Russische spion was. Nou kijk naar het antwoord van Farage als The Guardian een vraag stelt of hij spijt heeft dat hij ooit te gast was in de show van Alex Jones. Dat is een Amerikaans fenomeen die zich nogal bezighoudt met conspiracy theories. Heeft hij daar nu spijt van dat hij daar te gast was? Rowena Mason from The Guardian. Nigel, do you regret going on the InfoWars program discussing conspiracy theories with Alex Jones? Well, Rowena, since 2008... I've done a huge amount of global media. I've done national television in China, you know, quite regularly. I've done stuff from all over the world. As far as the InfoWars site's concerned, I've done it very infrequently. I mean, perhaps once every couple of years, I've appeared on those programs. Because you appear on programs doesn't mean that you support the editorial line, necessarily, of those podcasts, broadcasts, newspapers, or whatever they may be. And I know that Jones is accused of conspiracy theory, and I think that there is, without doubt, some truth in that. I've never been a conspiracy theorist at all, and one or two of the so-called allegations that you published this morning are, shall we say, wide of the mark. But there are conspiracy theorists out there, and indeed your newspaper has endlessly written about how I've been funded by the Russians, close to the Russians, even a fabulous Observer piece suggesting that I was running memory sticks from President Trump straight into Julian Assange. So I think when it comes to crackpot conspiracy theories, you're way, way ahead of me, Rowena. Thank you. Dat is game, set and match een geweldig antwoord. Maar om even aan te tonen hoe laf de linkse mainstream media is en hoe ze niet tegen hun verlies kunnen. Kijk eens hoe The Guardian deze confrontatie op hun website plaatste en kijk vooral waar ze het fragment afkapten. I've never been a conspiracy theorist at all. And one or two of the so-called allegations that you published this morning are, shall we say, wide of the mark. But there are... Ja, dames en heren, dit is de linkse media ten voeten uit. Ze kunnen wel uitdelen, maar niet incasseren. Zielig. Het zijn barre tijden voor mensen die hun hele reputatie op het spel hebben staan om global warming, of was het nou climate change, of was het nou extreme weather. Je gaat bijna medelijden met ze hebben. Ik zeg bijna. Want wat hebben deze mensen ons decennia lang bang lopen maken met wat steeds meer blijkt keiharde leugens en onwaarheden? Uit onderzoek blijkt gewoon laatst dat de zeespiegel in Nederland helemaal niet gevaarlijk stijgt en er helemaal geen indicatie is dat dat in de toekomst wel gebeurt. Over 10 jaar staat Nederland onder water door smeltende gletsjers in Groenland. Het blijkt allemaal een leugen. Want wat was deze week ook in het nieuws? De gletsjer Jacobshoun in Groenland. Die altijd als boegbeeld stond voor het einde van de wereld. Blijkt nu meer ijs te produceren en maken dan ooit tevoren. En klimaatwetenschappers kunnen het niet verklaren met de hand in het haar. Nou, ik kan het wel verklaren. Jullie zaten gewoon fout en kunnen dat niet toegeven. Jullie bangmakerij heeft generaties wijsgemaakt dat er geen toekomst voor ze is. En dat wij mensen dat allemaal aangericht hebben. Mensen zijn slecht. Mensen zijn niet slecht. Er zijn wel slechte mensen, dat klopt. Maar dat zijn jullie, de klimaatactivisten. Gert-Jaap van Elsus van de Groene Rekenkamer. Die gasten zitten er echt bovenop. Een heel indrukwekkende website. Ga daar vooral naartoe. Gert-Jaap, welkom in de show. Leuk dat je er bent. Welkom. Als je nou eigenlijk terugkijkt, hè, zouden deze mensen die al die tientallen jaren over het klimaat praten en de doemscenario's, zouden ze met 3 voorbeelden kunnen komen die uitgekomen zijn, zeg maar, van hun voorspellingen? Zouden ze die hebben? Nee, wanneer je vraagt om 3 voorbeelden, krijg je geen antwoord. 2 krijg je ook geen antwoord. En als je vraagt om 1 voorbeeld, krijg je ook geen antwoord. Anders dan dat het een beetje warmer geworden is. Kijk, vanaf 1960 hebben we de population bomb gehad. Daarna kregen we zure regen, kleine ijstijd. De hele Rio hebben we eigenlijk wel gehad. Maar er is geen enkel
klimaatrampscenario wat uitgekomen is, of wat überhaupt uit gaat komen. Het is niet zo wel, over 12 jaar zijn we allemaal dood. Nou, nee. Bedenk er maar één. Ik hoor het graag, ik stel de vraag met enige regelmaat, maar ik krijg nooit fatsoenlijk antwoord. En maar ze geven niet op, hè? Ze blijven voorspellingen doen. Ik bedoel, ze zijn er nooit uitgekomen, maar toch blijven ze zeggen, joh, over 10, 20, 30 jaar gaat dit toch gebeuren, ondanks dat onze voorspellingen nooit uitkomen. Nou ja, het is niet zo spannend. Kijk, normaal werkt wetenschap zo. Je doet metingen, stel je theorie op. Basis van nieuwe metingen kan je dan de theorie bevestigen of falsificeren. En dan onze klimaatwetenschappers bouwen dan een model. En op basis van een model bouwen ze dan een scenario. En waar we het over hebben bij de klimaatrampvoorspellingen, dat zijn allemaal scenario's. Maar ja, als het model niet werkt, ja, werkt het scenario ook niet. Dat is ook niet nieuw, hoor. In 1970, 1972 hadden we de Club van Rome. Hè? Geen goud, geen gas, geen kwik, alles was op. Nou ja, allemaal niets van uitgekomen. Smeltende ijskappen, ja, die zijn inderdaad wat kleiner geworden. Maar er ligt nou net zoveel of net zo weinig ijs als in 1940. En daarvoor lag er veel minder ijs. Zielige ijsbeertjes. Er zijn nog nooit zoveel ijsbeertjes geweest dan nu. En we hebben er nog zo'n 35.000. In 1970 hadden we er 5.000. Dat er zoveel bijgekomen zijn, heeft voornamelijk te maken met het jachtverbod van de Amerikanen op de ijsbeer. Er zijn zo ontzettend veel van die ijsbeertjes. En die hebben zoveel honger dat ze naar elkaar beginnen aan te knagen. Ja, maar dit zijn eigenlijk gewoon hele positieve nieuwtjes. Dus mensen die zo begaan zijn met het klimaat, wat ze altijd zeggen dat ze zijn. Dit zouden ze toch moeten vieren? Ze zouden toch zeggen, hey, fantastisch, er zijn meer ijsberen dan ooit tevoren. Hoor je het ze zeggen? Nooit. Het gaat uitstekend met de wereld. Er is ook helemaal geen doem. Armoede is nog nooit zo laag geweest en dat is het echte probleem. Hè. Welvaart is een onderdeel van de oplossing en geen onderdeel van het probleem. Kindersterfte neemt af, onderwijs neemt toe. En als we kijken naar de wereld buiten Nederland en Europa, hè, de VN die heeft keurig netjes een enquête, houden ze elke keer. Doen 40 miljoen mensen aan mee. Mag je kiezen uit 16 items wat je belangrijk vindt. En klimaat staat stevast al jaren onderaan, plaats nummer 16. Onderwijs is belangrijker, armoedebestrijding is belangrijker, medische zorg is belangrijker. Alles is eigenlijk belangrijker dan klimaat. Dus ja, zoveel is er niet aan de hand. Het is bizar dat het zo door onze strot gedouwd wordt. Als je kijkt naar de media-aandacht voor klimaat, en je zegt het zelf al uit onderzoeken, dit is voor mensen niet het allerbelangrijkste. En het is ook niet het allerbelangrijkste. Als jij nou eens na zou denken, ik blijf altijd zeggen, ik ben over niks zoveel voorgelogen als over deze klimaatnonsens. Wat vind jij de grootste leugen die verteld is en die ook nooit uitgekomen is, natuurlijk? Ja, dat er überhaupt een klimaatramp is of gaat komen, die is er niet. Er is geen klimaatcrisis. Het is ook niet zo dat we moeten ingrijpen en de wereld moeten redden en wel nu. Nee, om Reagan maar te citeren, hè, die had over staatsschuld, maar over klimaat kan je precies hetzelfde zeggen. Het klimaat is zo groot en bestaat al zo lang, dat redt zichzelf wel. Heeft het al 4,5 miljard jaar gedaan. Er is weinig reden om het klimaat daarbij te gaan helpen. Ik zou niet weten wat. Heeft het toch zin om te discussiëren met deze mensen? Want ik bedoel, de reden waarom het nu, het is mei en het is koud, hè, voor de tijd van het jaar. Maar als je dat tegen ze zegt, zeggen ze, ja, het is zo koud omdat het te warm is. Weet je, je kan niet meer logisch met deze mensen praten. Heeft het nog zin? Nou, het is een redelijk zinloze exercitie geworden. Want het maakt niet uit welk feit je meet in klimaat-la-la-land. Gletsjers smelten komt door het klimaat. Gletsjers groeien komt ook door het klimaat. Ja. Het is droog komt door het klimaat. Het is nat komt ook weer door het klimaat. Ja, ja. Daarom heet het klimaat. Ja. En als het morgen gebeurt, noemen we het weer. Ja. Het is een tikje warmer geworden sinds het einde van de kleine ijstijd. Nou, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom we het einde van de kleine ijstijd noemen. En ik heb nog steeds... Hoe accuraat vind jij dat dat nou echt gemeten kan worden? Over al die honderden jaren. Hoe weten we nou precies dat we praten over zulke kleine verschillen eigenlijk. Die methodiek is toch ook niet transparant? Nou, het wordt natuurlijk heel slecht gemeten. Hè? Dat is, iedereen denkt dat het een of andere exacte wetenschap is, klimaat. Nou, het is langzamerhand een sociale wetenschap geworden. De meeste stations die worden verplaatst en daarna worden metingen met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Dat noemen we tegenwoordig homogeniseren. Maar dat gebeurt niet alleen met temperatuurmetingen. Dat gebeurt ook met metingen van de zeespiegel. Dat gebeurt eigenlijk met alles. En de wijze waarop dat gecorrigeerd wordt, ja, dat is vaak niet eens reproduceerbaar. Kijk maar naar onze eigen KNMI. De verdwenen hittegolven, nou, prachtig mooi onderzoek geweest.
De verdwenen hittegolven zijn niet te reproduceren in de vorm van correcties op de temperatuur van de metingen in de beeld. En dat is niet alleen hier hoor, dat is overal. Dat is in Australië, Canada, maakt er allemaal niet zoveel uit. Follow the money. Daar waar het geld heen gaat, kun je de temperatuur zien stijgen. En daar gaat het natuurlijk ook allemaal om. En laten we eerlijk zijn, mensen zijn wakker aan het worden, omdat mensen gaan het nu voelen in de portemonnee. En de twijfels die ze al hadden, worden natuurlijk meer en meer en meer en meer en meer bevestigd door alle berichtgeving tegenwoordig, dat het gewoon niet klopt. Ja, dat zie je natuurlijk direct. Dat is ook zo voorspelbaar, maar kan natuurlijk. Kijk, iedereen begon afgelopen januari te mekken over de hoogte van de energienood. Maar mensen realiseren zich nog niet. Daar zit nog helemaal geen klimaatrekening in. Die nog niet, hè? Ja. Nee, zit er nog niet in. Wow. Die komt nog. Ja. En dat zijn echt serieuze bedragen. En op de 1000 miljard van Voer voor Democratie, ja, dat nou 800 wordt of 1200 miljard, ja, dat maakt niet zoveel uit. Je kunt wel je twijfel zetten bij de effectiviteit van dat beleid. Kijk, als we met z'n allen klauw met geld over de klimaatschutting flikkeren, maar vervolgens stellen we de opwarming van de aarde in het jaar 2100 met een uurtje of vier uit, kun je misschien het geld beter gebruiken om wel bestaande problemen op te lossen. Als zij hun zin krijgen, Geert-Jaap, als zij hun zin krijgen, dan krijgen we nog een grote rekening die wij moeten betalen. En ik denk niet dat we het gaan doen. Nou ja, wat je gaat zien is dat, en dat gebeurt nu al, je kunt bijvoorbeeld al in Duitsland kijken, daar is zijn de energieprijzen met 50% gestegen in de afgelopen 10 jaar. Energiewende is inmiddels een kostbaar fiasco en men komt er ook achter. En merkwaardigerwijs ook de linkse pers, bijvoorbeeld de Spiegel vrij recent nog, signaleert dat nu ook. Ja, die zijn nog wel bezig om de wereld te redden met ineffectief beleid. Kijk, vraag 1 is natuurlijk, is er een probleem? Nou, kun je het over hebben. Vraag 2 is, wanneer er een probleem zou zijn, ga je het dan oplossen met de voorgestelde klimaatakkoorden? Nou, beide antwoorden zijn gewoon nee. Dat is heel vervelend, maar het is niet anders. Maar helaas is dat allemaal te rationeel voor de klimaatreligieuzen. Die willen die discussie niet eens meer aan. Geert-Jaap, wij blijven hierover doorpraten en we blijven dit op de kaart zetten. Want dit is nog niet afgelopen. Dankjewel dat je er was. Leuk dat je er was. Altijd. Geen punt. Oké, normaal gesproken doe ik op deze plek nu de kijkerspost. Dus zeg maar de mail en vragen van mensen die ons steunen, kijkers. Maar goed, dit is natuurlijk de eerste aflevering, dus dat hebben we nog niet. Maar je kan me alles vragen en alles lees ik en alles zullen we meenemen. En dat kan je doen naar, je kan sturen naar robert@jensen.nl. Dus robert@jensen.nl. Alles is welkom. Maar ik heb nog even een paar kleine dingetjes hier op het eind van de eerste aflevering. Ik was vandaag thuis bij mij in Amsterdam. En ik had het raam open. Het was best aardig weer. Het was koud. Koud voor de tijd van het jaar. Maar je weet waarom het koud is vandaag in mei. Hè? En je weet waarom we zelf hebben moeten krabben in mei. Hè? Dit jaar. Je weet waarom het is, hè? Het is omdat het te warm is. Het wordt zo warm dat het koud is vandaag. Dit is echt exact hoe die gasten redeneren. Knijter en knijter gek. Maar goed, daar hebben we het al over gehad vandaag. Maar dus, het was wat koud, maar het was wel lekker. Dus ik had het raam open en ik hoor gewoon heel veel lawaai van buiten. En dat komt omdat Ajax gehuldigd werd op het Museumplein. En terecht natuurlijk, want Ajax een fantastisch seizoen gedraaid en gehad. En ik hoor echt gewoon heel veel positieve geluiden. Weet je wel, Amsterdammers, heel erg blij. Ajax-fans, heel erg blij. Het is gewoon één groot feest. En Museumplein, ja, ik woon er niet precies aan, maar vrij in de buurt. Maar het is ver genoeg weg. Maar ik hoor het duidelijk. Gewoon vrolijke, goede, positieve energie. En toen, op een gegeven moment, het geluid was al, nou, duidelijk verstaanbaar, maar er kwam opeens een soort van explosie aan geluid. Kwam van buiten naar binnen. En ik denk, wat is hier aan de hand? Wat is dit? Wat is dit? Wat is er gebeurd? En het was niet die positieve sfeer, dat wat ik de hele dag hoorde. Hè? Dus, hè, het goede gevoel. Nee, het was een. Dit is gewoon boegeroep. Dit is een negativiteit. En het is hard. 3 keer zo hard als het gejuich. Ik denk, wat kan dat zijn? En toen ging ik nadenken. Ik denk, ja, ik ken echt maar 1 iemand die zo onpopulair is in Amsterdam, die dit teweeg kan brengen. En ik dacht, het zal toch niet, het zal toch niet. Ajaxide! Spelers.
Namens Amsterdam zeg ik dank jullie wel. Jullie zijn de hoop voor zoveel jongeren in Amsterdam. Jullie hebben laten zien dat je met talent, ambitie en heel hard werken alles kan bereiken. Wij zijn trots op jullie en op onze supporters. Dank jullie wel. Wat pijnlijk voor mevrouw Halsema, want daar kan absoluut geen discussie over zijn. Dat was super pijnlijk voor La Halsema. Maar ik zal je ook hier in deze show de komende weken goed op de hoogte houden van de verschrikkelijke dingen die haar beleid en haar bewind. Wat er gebeurt hier in Amsterdam. Het wordt bijna een zieloze stad. Te veel regeltjes, al het leukst wringt, alles wat leuk is, wringt zij uit de stad, Femke Halsema. En we zullen dat zeker exposen hier de komende weken. Daar beginnen we ook volgende week mee. Dan nog even één dingetje. Zoals je weet, ja, ben ik vaak iemand die mensen het nieuws brengt of iemand mensen op een iets andere manier naar situaties laat kijken. En dat mensen zeggen, van goh, zo heb ik het nog nooit gezien. En zo heb ik van de week, zag ik een filmpje en ik denk van, goh, nou kan ik voor de rest van mijn leven niet meer normaal kijken naar deze groep mensen. En dit was de wedstrijd van Liverpool. En een kijker, ik ga het filmpje zo draaien, je moet even niet naar hem luisteren in het Engels, want hij heeft zo'n heel raar accent, wat maar heel weinig mensen verstaan. En daar gaat het ook niet om, maar je begrijpt het wel. Achter de goal heb je altijd zo'n ruimte waar mensen zitten in rolstoelen en weet ik veel, mensen die eruit zien als Dolf Jansen. Nee, ach, dat is flauw. Maar dus zeg maar, er zitten allemaal dan invalide mensen. En ik denk altijd van, ja, wat zielig voor die mensen. Wat mooi dat ze daar mogen zitten en dat verdienen ze ook. Hè? En dat is toch hartstikke leuk. Nooit heb ik gedacht dat, zeker bij wedstrijden die heel belangrijk zijn en waar moeilijk kaartjes voor te krijgen, dat daarmee gesjoemeld zou kunnen worden. Maar kijk naar dit filmpje en ik denk ook dat jullie nooit meer hetzelfde naar dat groepje mensen achter de goal zien kunnen kijken. I'm just sitting watching the Liverpool game. They've just scored in the 91st minute to make it 5-4 in aggregate, send the name through to the semi-finals. Watch this. This is a replay. Watch the row of Liverpool fans here we've got in wheelchairs. See them? Watch them. Dit is toch echt te pijnlijk voor woorden, te pijnlijk voor woorden. En ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik kan me niet indenken dat die mensen, dat er mensen zijn die dit doen. Maar ach. Jongens, dit was ook de eerste Jensen online. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende week zijn we er weer. Vergeet niet, wij kunnen dit echt alleen maar doen door steun van jullie. Daardoor kan ik mensen aannemen en kunnen we het alleen maar groter maken, dit. En de steun wordt echt enorm gewaardeerd. Ga naar www.jensen.nl. www.jensen.nl. En steun dit geluid, want je weet, dit is het echte geluid. Dit is het winnende geluid. En hier gaan we mee door. Dat was Jensen.